Vlotte overgangen tussen meerdere presentatoren in éénzelfde nieuwsstudio nemen een steeds belangrijker plaats in. Vaak zijn die quasi-spontane overgangen indrukwekkender dan de berichten zelf. De eenvoudigste vorm is deze. Is het niet, Eddy de Maris? Dat klopt, Martin. En wij moeten nog wachten tot 15 november. Zo is het, Stef. Een truc die altijd werkt is vriendelijk informeren naar mekaars gezondheid. Vanmiddag ging het geloof ik al een beetje beter, Frank Raas. Zeker. Uiteraard zijn al die overgangen altijd netjes afgesproken. Maar als die afspraken niet 100% correct worden nagekomen, krijg je vreemde kronkels. Ik ben uitgepraat, maar jij gaat nog op reis, hè, man. Niet zelf, Rudy, maar wel met premier De Haan. Nieuwslezer 1 stelt de volgende vraag. Internationaal nieuws of moeten we zeggen interplanetair nieuws? Nieuwslezer 2 is nu verplicht een keuze te maken tussen beide mogelijkheden. Maar nummer 2 antwoordt, zo is dat. Internationaal nieuws dan, of moeten we zeggen interplanetair nieuws? Zo is dat. Maar de beste elementen slagen erin een logisch verband te leggen tussen onderwerpen die hoegenaamd niks met elkaar te maken hebben. Straks gaan we de vloer van Kabouter Plop vuil maken. Vuil liggen ook de wegen, Dirk. Dat heeft ook te maken met regen natuurlijk. Hoe meer presentatoren, hoe meer mogelijkheden je hebt in je journaal. We proberen. Ik heb hier een stapel berichten. Iedereen mag elke andere presentator maximaal 1 keer aanspelen. En de aangespeelde anchor moet proberen, geef er mij ook nog een paar, een logische en elegante overgang te maken naar het bericht dat op dat moment bovenaan zijn stapeltje ligt. We beginnen. In de commissie Dutroux heeft procureur-generaal Antilly fel uitgehaald naar lekkende magistraten. En over lekken gesproken, Guy? Precies. Van Guy Verhofstadt gesproken, want daar doelt u waarschijnlijk op. In Kortrijk heeft een konijn een vrachtwagen met 30.000 liter benzine doen kantelen. Een konijn, Rob. Over konijnen gesproken, Guy. In Niel, in het bejaardenopvangcentrum Huize Avondrood, is nog steeds een van de oudjes vermist. En we blijven in de sector. Mark? Je had het niet beter kunnen zeggen, Rob. Steeds meer mannen van 50 hebben problemen met het functioneren van de prostaat. En dat is alarmerend, Dirk. Ja, en nog alarmerender is dat we op de wereldbeker voetbal van volgend jaar in Frankrijk de Rode Duivels het moeten opnemen tegen Mexico en Zuid-Korea. En Nederland. Drie kwade landen, G. Dat Irma van der Hagen dat nog moet meemaken, Dirk. Zij is namelijk de oudste inwoner van ons land. Sorry. Ze is dood. Kleine rechtzetting misschien. Slecht nieuws. Toch niet waar. Slecht nieuws, vooral voor Irma van der De oudste inwoner van ons land is op 110-jarige leeftijd overleden. Dan zie jij er nog goed uit, Mark. Dat was het nieuws. Bedankt voor het kijken. Graag tot morgen.